dat werkt allemaal beter dan denken dat je met advertenties, whitepaper, e-mailtjes leads gaat genereren. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dit is de inbound forecast met in iedere aflevering één inbound marketing trend. Hey, ik ben Yettel en je luistert naar de Inbound Forecast een podcast met in iedere aflevering een trend gerelateerd aan inbound marketing. En vandaag doe ik dat met uh, Hendrik Bekker. Goeiedag. En uh, Ron zit er ook naast. Voor uh, de oplettende luisteraar, die zat er. Uh, de gast van de vorige aflevering was dat. Dus uh, jullie hebben van stoel gewisseld. En um, we gaan vandaag over een ander onderwerp praten. En dat is. Um, Marketing automation software is overrated. Mooie kop. Ja. Misschien trouwens eerst even beginnen met een voorstelrondje. Goedendien. Wie ben jij? Ik ben Hendrik. Um, en ik heb mij de laatste. 12 jaar bezig geweest met marketing. En uh, zeker meer dan de helft daarvan uh, met marketing automation specifiek. Um, ik heb met een heleboel verschillende dingen gewerkt. Dus um, ik ben trouwens ook uh, vroeg in mijn dagen wat de vorige aflevering over dat je al vroeg gebeld werd door HubSpot om uh, benaderd als agency. Nou, dat is mij ook overkomen, um, maar toen zei je nee. En toen zei ik nog nee. Uh, dat had ook te maken met de opzet uh, van het partnerprogramma. Maar dat is een ander onderwerp. Um, maar ik heb gewerkt met, uh, met HubSpot, met Pardot, Eloqua. Marketo, Surfspring, Active Campaign... Clavio, noem het maar op. Je hebt allemaal, al, allemaal al, ConvertKit. Ik uh, heb wel veel gezien. Uh, en sinds dit jaar uh, HubSpot Partner. Ik heb, uh, ik heb kleur bekend. Je hebt al je normen ja. en waarden overboord gegooid. Nee, in tegendeel. <laughs> maar ik ben niet meer agnostisch. Dus dat kunnen we, ik ben nu gewoon religieus. Laten we dan ook gelijk daar even op doorgaan. Hoe, uh, hoe zit dat? Ja, jij was altijd de persoon die dat niet wilde. Nou... Met HubSpot specifiek had het wel te maken met, met de opzet. Uh, en het partnerprogramma is, is nu heel erg goed, vind ik. Um, kan je ongetwijfeld beamen. Jawel. Maar um, voor mij heeft het... Ik heb vooral de laatste tijd... Um, het, het heeft met twee dingen te maken. Aan de ene kant is het het soort klanten waar je mee wil werken. En dan merk je toch dat uh, een Marketo en een Loqua, dat Daar kun je wel toffe dingen mee, maar dat is bijna altijd enterprise. Um, en dat als je in de mid-market terechtkomt, als je een beetje dat snijvlak probeert te vinden tussen um, het, is nog een klein, het bedrijf is nog klein genoeg om niet corporate te zijn waar ik de voorkeur voor heb, en het is ook nog een bedrijf dat uh, budget heeft, dan kom je ook heel veel in de Salesforce-wereld te terecht. Um, en ik vind, um, ik vind HubSpot domweg de beste oplossing voor de mid-market. Klaar. En dat is ook steeds meer voor het CRM. Volgens mij hebben wij hier... Um Even heel diep graven in 2016 ook wel eens met elkaar over gepraat. Ongetwijfeld. <laughs> en toen was het volgens mij qua functionaliteit dat je daar iets minder uh, enthousiast Klopt. over was. Ja. ja, daar is ook het laatste jaar heel veel in veranderd. Er is, uh, ze hebben een enorme slag gemaakt. Het CRM heeft een enorme slag gemaakt. Dus nu een daadwerkelijke uh, concurrent voor Salesforce, wat mij betreft. En Usability was HubSpot al gewoon. Nou ja, top. En, dat, en dat is even hè, als je kijkt naar. Um, nou ja goed, ik heb natuurlijk een tijdje geleden op, op, op LinkedIn heb ik, heb ik Pardot officieel in de zaak gezet. <laughs> en daar heel veel reactie op gehad. Maar dat komt omdat inderdaad, het is, het is ongeveer vergelijkbaar met markt met hubspot. Maar wat je ermee. Het is, het is domweg. Hoe, hoe kan ik het gebruiken? Dus als ik als marketer, ik ben dan nu even niet de marketer, maar als ik als marketer, als gebruiker uh, basisdingen, een landingspagina maken, een e-mail maken, een workflow bouwen, uh, dat soort dingen. Uh, dat is in HubSpot niet alleen heel erg makkelijk, maar je kan ook nog heel veel. Dus het is en gebruiksvriendelijk en veel functionaliteit. Nou ja, en als ik zie hoeveel, wat een worsteling het elke keer is om, om met Pardot bijvoorbeeld de, de simpelste dingen te doen, ja, dat, dan dat ik me serieus afvraag: van hoe, hoe, hoe kan dit nou nog dat mensen dit, dit goed vinden en nu hiermee willen werken? Um, kijk, als je het als je vergelijkt met Marketo, uh, wat ook een lastig programma is, maar gericht is op een veel groter segment, veel hoger segment. Daar heb je die complexiteit. Daar heb je dan ook echt iets aan. En dat hebben we in de ja. helemaal niet nodig. Dus daar zit het hem in, wat mij betreft. Vind gewoon, uh, ja. Nou ja, het is oranje, natuurlijk. Hè. Dus ja, als echte Nederlander moet je natuurlijk gewoon uh, voor Team Oranje spelen. Ja. Precies. Onderdeel van Team Orange nu. Maar goed, dat gaat uh, misschien ook wel een klein beetje in tegen de uh, term of de one-liner marketing automation software is overrated. Nee, denk ik niet. Nee. Nee, helemaal niet. Uh, want ik denk dat. Uh, dan moeten we misschien eerst even definiëren wat dat dan is marketing automation. Um, maar ik, ik kan wel je wel vertellen wat ik denk dat het heel veel geweest is en, ja. en waarom ik denk dat dat overrated is. Um, het, en het idee is altijd geweest als je inbound marketing doet, komen mensen naar je website, dan bied je iets aan wat ze kunnen downloaden, vaak via een formulier, dan komen ze in je database, dan komen ze in een lead nurturing programma terecht, dan kun je er een score aan hangen. En, als ze en dat is vooral e-mail. Dat is vooral e-mail, zeker. Ja, en dan komen ze uh, via, via Lead Scoring komen, gaan de beste leads door naar sales. Uh, dat is een model wat ik überhaupt in B2B nog niet echt heb zien werken. Het idee van je download iets en dan komt er op een gegeven moment uh, komt een lead uitrollen. Wanneer uh, heb jij het licht gezien op dat uh, gebied? Dat, dat dat niet werkt. Uh, dat denk ik al jaren. Alleen is het. Je moet inderdaad ook een keer de realiteit onder ogen willen zien. <laughs> maar uh, het, het, het is heel belangrijk om het onderscheid te maken tussen. Uh, um, als ik het heb over dat het niet werkt, dan heb ik het over. Je met een B2B bedrijf. Je hebt een wat langere sales cycle. Je verkoopt een product van 10, 20, 30.000 uh, op jaarbasis. Hey, ik werk te veel met SAAS bedrijven. Dan zijn het dat soort, uh, soort bedragen gaat om. Als jij een product hebt wat waar je eigenlijk geen sales team bij nodig hebt, dan is het een ander verhaal. Ik vergelijk het zelf wel eens met uh, politiek of religie. Weet <laughs> je het zeker, joh? Weet je het zeker? <laughs> ja, we hadden het voor deze podcast al even over politiek. <laughs> gaan we het verder niet heel diep over hebben nu, maar nee, maar wat wel zo is, dat is iemand die uh, een bepaalde, nou ja, misschien niet eens een bepaalde partij staat, maar iemand die ergens voor staat, politiek gezien, of die een bepaalde religie aanhangt. Die kan ik niet met welke argumenten ik ook kom... die kan ik niet in 10 minuten, ook niet in een uur... en waarschijnlijk ook niet in een dag ompraten. Want dat zit gewoon heel diep. En uh, dat betekent niet dat die persoon niet van mening kan veranderen... maar dat heeft heel veel contactmomenten nodig... en heel veel stapje voor stapje dat er continu stukjes landen bij die persoon... en dat die persoon langzaam op een andere manier ergens naar gaat kijken. Uh, als je dat even doortrekt naar uh, wat veel B2B-bedrijven doen... dat is complex en duur wat ze vaak verkopen... Je kan niet in drie mailtjes uh, iemand compleet anders laten denken. Het is Heeft dat daarmee e te maken? Ja, het, zeker. Het is een hele goede vergelijking. En, en, het is ook het, en ook het idee dat je een funnel kunt maken. En dat je dus, eh, we hebben awareness content, we hebben consideration content, we hebben decision content. En dat we überhaupt weten waar iemand zit in die funnel. Dat is, dat is gewoon niet gebleken, vind ik. Uh, ik vind ook, er wordt dan ook heel veel gepraat over attribution. Van uh, uh, welke dingen hebben dan bijgedragen aan de sale? Nou, dat is nog steeds heel erg moeilijk. En de vraag is, hoe relevant is het? Dus ik ben het helemaal met je eens. In B2B, met duurdere producten, is het een zaak van op de lange termijn aanwezig zijn in de markt. Goede content verspreiden, echt goede content verspreiden. Uh, met klanten praten, weten wat ze willen en niet uitgaan van een model daarin. En dan heb je eigenlijk alleen maar nodig uh, dat die content de wereld ingaat, via, via social of via Google of wat je dan ook maar bent. En dat e-mail daar een onderdeel van is, een manier om die content tot je te nemen. Maar dan wordt uh, marketing automation veel meer een, een distributiemachine. En een wel, wel degelijk een manier om, om, uh, eh, om die database. Uh, te verbinden aan sales en mensen door te sturen. Dat is natuurlijk absoluut wel aan de orde. Maar, en om te kwalificeren en dat soort dingen. Maar niet meer dat idee van als ik marketing automation neerzet, dan krijg ik meer leads. Het, is ook, het wordt vaak natuurlijk ook een beetje geschetst als uh, wij bedenken van tevoren een bepaald pad en iedereen moet Precies exact dat. volgens die route ja. dat pad lopen. Ja. Ik denk en dat dat al misschien al... nog het belangrijkste bezwaar is, dat 9 ja. van de 10 mensen of zelfs meer uh, uh, helemaal niet klaar zijn om iets bij jou te kopen op dat nee. moment. Dus wat, nee. wat Henrik zegt, dat, dat is helemaal waar, denk ik. Dat je. Uh, alleen maar moet gaan zorgen vanuit marketing is gewoon de rol dat jij continu top of mind bent, bij die koper, ja. dat als die er klaar voor is, dat hij dan denkt. Ah, maar dan is dit dat bedrijf, wat ik continu tegenkom en al in mijn hoofd heb om te gaan kijken. Maar dan wil ik even uh, twee dingen aan jullie voorleggen. De eerste is, um, waar ik zelf wel heel vaak over nadenk, wat een trend is, die ook al best wel lang gaande is. Ik, ik denk dat ik het zelf voor het eerst, in, in, ja, misschien ook 2016, voor het eerst, dat ik echt tot die conclusie kwam van, wow, de, de rol van de website is best wel aan het veranderen. Um, ik heb het ook in een eerdere aflevering van deze podcast serie wel genoemd... maar de term Don't Build Your House on Rented Land... Mm. je moet je eigen platform hebben... gaat wat mij betreft... Ik, ik ben daar nog steeds voor... alleen dat gaat wel steeds een heel klein beetje minder op. Want hoe krijg je dan die mensen op je website? Als een klik via advertising te duur is... als de concurrentie in SEO niet alleen heel hoog is... maar als de SEO-resultaten ook nog eens worden weggedrukt... door allerlei Google-features... door advertenties... en door mensen die niet eens meer hoeven te klikken... maar direct een antwoord krijgen... Als uh, LinkedIn of Facebook of whatever jouw post niet toont op het moment dat je er een linkje in hebt staan, hoe krijg je mensen nog op je website? En uh, dat, dat ouderwetse inbound marketing model, waar marketing automation natuurlijk dan een belangrijke rol bij speelt, uh, is wel volledig hey, gericht op hey, iemand hey, moet jouw website bezoeken. Nou ja, en ik weet inderdaad niet hoe relevant dat is. Ik bedoel, uh, ik werk natuurlijk veel met SaaS. En, en een van de dingen die ik, die je als inbound marketer. Uh, wat ik, zeker toen ik nog marketing director was, natuurlijk veel meer was, um, die we echt zo frustrerend vonden, was dat je al die content maakte, allemaal mooie dingen. En dan ga je kijken naar het, naar het bezoekpad op je website. En dan is het echt homepage, pricing page, demo. Uit het niet. Nou jongens, waar blijft mijn attributie? Waar blijft die van? Ik heb deze website, deze pagina bezocht. Ik heb, ik heb dit gedownload. Niets van dat alles. En we moeten ook accepteren dat we niet alles kunnen doormeten. Dat is heel lang gezegd van we kunnen tegenwoordig maar, alles meten. Ja, maar ja, nee, dat is niet zo. Maar dat betekent dus niet dat die content niets doet. Het punt is, je weet het niet. Het enige wat je dus kunt doen wat mij betreft, is wel degelijk die content blijven maken. Maar zorgen dat je website gewoon de por het portaal is naar contact. En dat dat heel makkelijk is. En dat je in de content die je verspreidt, dat je dat je daarvoor zorgt dat mensen heel makkelijk met je in contact kunnen komen. En als die aanvragen omhoog gaan. Ja, dan weet je dat je succes hebt met je markt. Wat ik denk ook heel belangrijk is, is dat je ook niet voor al je content meer dat formuliertje gaat laten invullen uh, nee, door mensen. Nee, lekker gewoon weg De Informatieoverloop ja. is inmiddels zo groot dat je gewoon al blij mag zijn als mensen bereid zijn om jouw stukje content te lezen. Dus overweeg ook gewoon om Meens. inderdaad dat stuk attributie-reporting los te laten. Want ja, mensen, kijk naar jezelf als jij je iets gaat kopen. Je legt een zo diffuus en onvoorspelbaar pad af online en van de ene website naar de andere. En dan kijken we even op YouTube en dan kijken we even daar. En dat is toch bijna niet uh, te volgen. Nou, ik dus... heb steeds vaker inderdaad voor opdrachtgevers dat er dan iemand een whitepaper heeft gemaakt en dat ik zeg van nee, dit worden drie artikelen. En we mogen dan al heel blij zijn dat we dan daarmee zoveel mogelijk mensen bereiken ja. en dat ze ons verhaal hebben gehoord. In plaats van. Ik ja, denk dat... best dat je er een white paper van kan maken, maar je moet er gewoon niet gaten. Je moet gewoon niet, niet een formulier ervoor zetten. Nee, je moet hem gewoon, hem gewoon verspreiden. Worden. Ja, verdeel hem gewoon. En net ook hetzelfde als wat ik net zei over die fases in de funnel. Ik denk dat je dat gewoon los moet laten en dat je gewoon dingen moet maken die daadwerkelijk goed zijn. Maar goede content uh, is natuurlijk de motor van, van marketing, maar is. Zo verschrikkelijk lastig. De meeste content is zo gemiddeld. <laughs> is um, ja. En, 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 maar je ziet uh, het stomme is als je een stuk content weet te fabriceren, wat, wat wel echt een probleem oplost, waarvan iemand denkt, zo, nu heb ik echt iets geleerd, um, dan werkt het wel. En dan zie je in één keer dat mensen contact opnemen, whitepaper download contact opnemen, want je, deze mensen hebben echt iets te melden. Dat is het niveau wat je wil. En dan maakt het niet zo uit waar je bent in de funnel. Of, of je in de sales. Welke fase van de pipeline. Dan werkt het. Het werkt het zelfs voor bestaande klanten. Het maakt niet meer uit. Nee, maar kijk, vroeger. Uh, vroeger maar laten we zeggen, zes jaar geleden, als ik dan een whitepaper over mijn vakgebied zag, dan dacht ik, die moet ik hebben. Heeft waarde. Ja, En nu zie je de uh, twintig per week op LinkedIn voorbij komen. En uh, ik download nog steeds wel eens een whitepaper hoor. Alleen dan moet het wel echt iets zijn dat ik denk van wow, dit, als ik dit nu niet doe. Dan ga ik deze content niet over binnen een half jaar weer ergens anders tegenkomen. Dit wil ik weten. Ja. En dat gebeurt niet zo vaak. Nee. Ik nee. Nee. niet in deze overvloed van, uh, van informatie waar je over praat. Nee. Dus we hebben een, een hele leuke klant die ik ook noem. Ook dat is uh, code.nl een bureau wat Shopify websites uh, bouwt onder andere. Uh, en die hadden gewoon laatst echt een goed stuk content geproduceerd. Goed nagedacht over wie is onze doelgroep. Echt een goed verhaal erin. Qua design zag het er allemaal goed uit. Mooi opgemaakt. Echt echt een stuk kwaliteit. Uh, uh, en dan zag je zeggen, gebruik ook eens, want dan zag je in de statistieken gewoon, dan zie je dat dat ontzettend goed werkt. Dus die kwaliteit die Henrik net ook aanhaalt, van ja, het moet wel gewoon echt een goed verhaal zijn. Ja. Dan ja. werkt het nog wel steeds. Ja, het is moeilijk. Het is, ja. het is echt lastig om goede content te maken. En dan zeker als marketing, uh, dan zie je ook het, het ownership over content. Dat is ook zo'n discussie van ja, laat ik dat dan uitbesteden. Maar je moet die specialisten, denk ik, ook steeds meer in huis. Ik adviseer dat ook altijd. Van Ga die content gewoon zelf bouwen. En. en want jij moet de experts in huis hebben. Maar dan het tweede punt... wat ik dan even aan jullie wil voorleggen. Wat, um, ik, ben, ik ben freelancer. En eigenlijk vanaf de dag één... dat ik dat uh, ben gaan doen... krijg ik... Nou ja, zeker 95% van de aanvragen... komen uit mijn netwerk. Dat zijn oude klanten. Uh, ook wel waar ik uh, vanuit uh, vorige werkgevers... dan voor gewerkt heb. Die dan weer bij een ander bedrijf werken inmiddels. Dat zijn oud-collega's... Dat zijn ook wel andere freelancers of, of bureaus waar je. in ieder geval mensen die je kent. En um, iedere keer valt het me weer op dat als ik met uh, mijn eigen opdrachtgevers praat. wat dan B2B bedrijven zijn. Uh, dat zij exact hetzelfde zeggen. Ook al zijn het grote bureaus. dat ze zeggen van ja. we willen meer leads uit bijvoorbeeld uh, online. en uit. nou ja. Uh, inbouwmarketing, marketing automation. Uh, want op dit moment komt het nog voornamelijk uit ons netwerk. En dan kun je gaan denken van oké, okay, we moeten dus dat, dat, dat hele inbound marketing gedeelte gaan optuigen. Of je gaat gewoon niet. nadenken van hoe kunnen we dan nog meer uit ons netwerk gaan halen. Ja, of nou ja, ik zou in eerste instantie dan gewoon bottom of funnel gaan zitten. Uh, als in de mensen die nu al bereid zijn om... Uh, je kunt wel degelijk, denk ik, al, uh, dat, dat stuk waarin mensen aan het, aan het willen gaan kopen... Daar kun je wel degelijk dingen met advertenties en dat is een heel directe, directe intentie heb je dan nodig. Dat, dat stuk wel, maar voor de rest, ja, ben ik met je eens. Maar als dat... jij als organisatie, uh, laten we zeggen, 90% van je opdrachten uit je netwerk krijgt, ja. dan kun je ook gaan denken: van... oké, okay, ik moet dus zorgen dat ik mijn netwerk steeds een klein beetje verder uitbouw. Ehm um, en ik moet zorgen dat ik bij dat netwerk top of mind ben. En dat ze het me misschien ook gunnen. Het ligt ook een beetje aan je soort bedrijf, denk ik. Dus ik heb een heel aantal uh, een tijdje geleden, omdat ik ook wat agencies met verschillende agencies werk, uh, een heel aantal agency owners geïnterviewd en gevraagd: hoe, hoe heb jij dat dan gedaan? Hoe ben je nu op 24, 25 man of zo? Weet je wel, dat is toch echt zo'n. Nou ja. En je ziet dat daar uh, dat inderdaad, uh, de een heeft het gedaan met uh, 80% referrals dus van elke bestaande klant 80% krijgt levert de nieuwe nou dan kun je dus dat kun je dus op schalen dat kan dat dat, dat ze gedaan uh, inderdaad alleen maar netwerk of uh, uh, outbound gewoon zelf bellen um, en helemaal niet zoveel met marketing weet je dus uh, dat is uh, maar aan de andere kant als ik dan omdat ik zelf veel met saas werk daar zie je wel weer dat juist die hands-off lead generatie is wel weer heel erg belangrijk omdat er zit veel meer schaal in over het algemeen uh, dus daarin is het, moet je het wel doen, denk ik, dus denk ik. Ja, ik denk dat je eigen netwerk super waardevol is. En het ja. is natuurlijk fantastisch als daar iets, iets uitkomt. Dus ik denk dat je helemaal gelijk hebt om te zorgen dat je daar wel top of mind blijft. Door gewoon op social actief te zijn of misschien ook gewoon mensen te blijven spreken. Uh, maar daarnaast, als je zegt ik haal daar echt 90% uit, is eigenlijk ook weer niet heel gezond. Want nee, kijk, en, en voor mij is het niet erg, want ik ben alleen. En ik, ik heb niet de ambitie om uh, over een paar jaar personeel te hebben. Uh, dus ja, weet je, volle is Ja. Ja. Uh, als, je, als je een bureau bent, inderdaad, of, of een bedrijf met, uh, met personeel en je wilt groeien, ja, dan, dan begrijp ik inderdaad wel wat je zegt. Ja, ja dus dan, dan vooral. Je hebt zeker gelijk dat is een hele belangrijke context. Als dat inderdaad je doel is, dan is het toch belangrijk dat je wel aan zodanig branding en marketing gaat doen. Uh, dat je ook in de markt gewoon door buitenstaanders ook, ook gezien wordt. Uh, deze podcast bijvoorbeeld heeft niks met uh, marketing automation of, of inbound marketing te maken, wat mij betreft. Ik zie dit als content marketing. Um, maar wat mij betreft is dit wel de perfecte manier eigenlijk om te doen wat ik net zei. Weet je, uh, ik ken jullie. Dus ik, wij praten vandaag weer met elkaar en uh, we zijn even weer top of mind bij elkaar. Um, maar ik praat ook met mensen die ik nog niet eerder heb gesproken. Dus ik breid mijn netwerk uit. Hmm. Uh, stel je voor, je bent dan een bureau en, en, en een goede salespersoon uh, ja, die doet dit wat ik nu doe. En die praat over zijn onderwerp met Zeker. een interessante doelgroep. Ja, volgens mij is dat uh, super waardevol. Klanten uitnodigen en ja. vragen naar hun problemen en uitdagingen. Andere klanten herkennen zich erin. Uh, ja. Dat is een geweldige strategie volgens mij. Ja, en wat Henrik ook net zei, denk ik ook belangrijk. Die, uh, wat Hustbot ook al een paar jaar geleden riep, is dat er in de markt nu uh, al jarenlang meer leads komen via mond-op-mond -mond reclame. Ja. Dus via die referrals, ja. uh, in plaats van... Dus het staat al boven marketing. Dus marketing staat ja. al op een tweede plek, überhaupt. Dus, ja. dus zo belangrijk is dat, nou ja, op zijn minst netwerk, maar in ieder geval zorgen dat je mond-op-mond -mond reclame creëert. Maar het is ook logisch? Want we zijn zo verschrikkelijk overweldigd door alle informatie. Ik bedoel, wat ga je geloven? Gewoon iemand anders die tegen jou zegt, hé, hey, maar die lui zijn goed. Meestal zoek je gewoon iemand die je vertrouwt. Ja. En ja. Dan zeg je gewoon: hey, weet jij nog een goede? Precies. Dus uh, dat is ook wat er gezegd wordt van B2B. Ga ook, zorg ook dat je in die communities terechtkomt. Waar zitten jouw klanten? Uh, zitten die in een Slack-community? Zitten die op LinkedIn? Ga, ga commenten. Weet je wel. Zorg dat mensen in jouw team daar zijn. Ga daarvoor spreken in dat soort groepen. dat werkt allemaal beter dan denken dat je met advertenties, whitepaper, e-mailtjes, leads gaat genereren. Het gaat gewoon niet gebeuren. Nee, meisje. En, 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 en daar wil ik dus ja, nog wel even bij nuanceren dat als je dus een goedkoper product hebt waarbij je in principe niet een sales team hebt, dan is het een ander verhaal want daarin kun je, kun je veel beter, denk ik, um, een, een soort content uh, um, ritme opbouwen waardoor mensen je content gaan volgen als je dat goed doet. Met is met, uh, um, dus iemand Brennan uh, Brandon uh, Dunn is zo iemand die dat heel goed heeft uitgedacht. is um, dus van message.com, een hele mooie tool. Um, waarbij je dus zorgt dat je oppakt wie er daadwerkelijk interesse heeft, die doe je dan in een, in een sequence die daadwerkelijk op pitching gericht is. En, en uh, kijk je kunt een product van 300 euro kun je verkopen over e-mail. Dat kan, dat kan heel goed zelfs. Maar je kan niet een product van 10.000 euro verkopen over e-mail. Dat, vind ik een goed dat goed is het verschil. Want, want ook als je als bedrijf besluit om een nieuw CRM te laten implementeren of, uh, of je marketing even op de kop te zetten met allemaal nieuwe processen en tools, ja dan zal je ook veel kritischer zijn in door welk bedrijf ga ik dat uh, ga ik ja. daarvoor inschakelen om iedereen dat ja. doen. Ja. Ja. Dus dan, dan kijk je nog wel drie keer rond. En dan laat je je ook niet <tune acted> alleen maar leiden door één white paper. Dat, en dat is ook het hele verhaal met. Als je goede content maakt, zul je de bijvoorbeeld dingen waar je aan kunt meten dat het werkt. Want dat zat van ja, we lijmken wel. Ze moeten wel werken. Hoe je kunt weten dat het werkt, is sales wordt makkelijker. Waarom? Mensen zien jouw content, vinden het tof, denken dat je er verstand van hebt. Waarschijnlijk heb je dat ook, laten we dat even vanuit gaan. Uh, en dan gaat het salesproces makkelijker. Omdat mensen over, van overtuigd zijn dat jij, uh, dat jij het kan en dat je goed bent. Ja. Dus, dat zijn, dus hoeveel contactaanvragen krijg ik? Hoe lang is mijn sales cycle? Uh, misschien deal sizes zelfs. Dat soort dingen. Daar kun je dan zien. Maar dit is best een spannend verhaal, merk ik ook hoor. Als ik dan, want ik krijg natuurlijk ook heel veel vragen over marketing, automation, dat soort dingen. En zeg, ja, voor jouw use case gaat het denk ik niet werken. Oh nee, maar moet, ik, je moet wel HubSpot kopen. Begrijp me niet verkeerd. Want het is, het is, het is de basis van. Uh, van je marketingteam. En je kunt ook ads erdoor regelen. Maar het is vooral om het bij elkaar te halen, het rapporteren, het, het, het kwalificeren van leads, het overzetten naar sales. Zeker ook als je met Salesforce werkt. Het werkt hartstikke goed. Daarvoor is het geweldig. Maar laat alsjeblieft los dat je er leads mee gaat genereren. Nou, dus eigenlijk de, de podcast die we met Ron hebben gemaakt. Dat is een hele goede reden. Het is RevOps. Ja, ja. RevOps is hartstikke belangrijk. De software heb je nodig. Alleen mensen verwachten er de verkeerde dingen van. En misschien hetgeen wat ze ermee zouden moeten doen, dat weten ze Exact. Niet. Nee, dat is zeker waar. Want Hubspot wordt dan vaak ook gezien als een marketing automation tool. En deels klopt dat, want dat is het ook. Maar als ik kijk naar welke workflows richten we nou echt in bij klanten, ja. die zijn veel meer om gewoon herhalende taken en dingen die continu met de hand dus, gedaan worden te kunnen automatiseren. En dat zijn bijvoorbeeld ook gewoon het updaten van je CRM, het kopiëren van gegevens naar links en rechts, uh, uh, dat soort zaken. En als ik kijk bij klanten hoeveel daadwerkelijk we echt marketing automation workflows wij inrichten. Ja, dat, dat is dus beperkt om een beetje de redenen die Henrik ook aangeeft. Ik had daar laatst met een organisatie ook wel een uh, grappig gesprek over, dat uh, inderdaad, ik framede het als marketing automation software, en dan krijg je eigenlijk uh, bepaalde uh, vragen die heel erg daarop ingaan, en hoe doen we dat nu, en uh, hoeveel winst gaat het dan opleveren, en uh, kunnen we die kosten dan wel verantwoorden, wanneer verdienen we dat terug? En toen ben ik daar in één keer mee gestopt, en toen heb ik het, ben ik het eigenlijk gewoon een marketing platform gaan noemen, waarmee we eigenlijk de dingen die we al doen, uh, onder één dak kunnen doen, waarbij de data uh, gebruikt kan worden voor al die verschillende toepassingen. En toen had ik zulke andere gesprekken, maar toen ging het eigenlijk ook in één keer zoveel makkelijker. Ja, maar daar zeg je echt wel iets heel essentieels hoor. Want het, het, um, je kunt automatiseren wat er is. En we hadden het over WebFox natuurlijk eerder over dat je ook um, de kans krijgt om bij zo'n implementatie je processen goed te krijgen. Maar je kunt niet uh, je kunt niet automatiseren wat er niet is. En als je dus geen marketingprocessen hebt, en je hebt geen content en je bent daar nog niet mee bezig, dan heeft het ook niet zoveel zin. Nee. Dus ja, maar als we dan marketing automation installeren, dan, dan gaan we marketing krijgen. Of ja, zo werkt het gewoon niet. Ik heb letterlijk een aantal keer de vraag uh, gehad: wij willen graag marketing automation gaan inzetten. Punt. Ja. Ja. Ja, zonder context of zonder een groter plan wat daarachter zit... van waarom wil je dat dan en wat wil je daarmee bereiken? En, en maar zorgen jullie dan je voor dit? dat plan... en ga je dan nog steeds met Marketing Automation aan de slag? Of zeg je van laten we eerst eens een half jaar... gewoon überhaupt met de bestaande e-mail software en met, met content? Ja, en wat, wat, is je, wat is je vraag? Dus de, de hulpvraag is dan vaak, wil meer leads? Ja, dat gaat Marketing Automation niet leveren. Sterker nog, als jij leads gaat kwalificeren, krijg je minder leads. Krijg je krijgt hopelijk betere leads. Maar de vraag is dan, loopt jouw sales team over met te veel slechte leads? Is het antwoord ja dan kunnen we zeker iets doen met marketing automation... om daar iets in te doen. Maar als het antwoord nee is, dan zeg ik... ga in dat eerst maar eens even kijken wat er werkt. Uh, werkt e-mail überhaupt voor jouw doelgroep? Maar dat kan ook met Mailchimp, hoor. En als het daarin werkt, dan kun je het inderdaad integreren. Um, of moet je misschien uh, inderdaad de podcast beginnen... of moet je iets heel anders proberen? Ga eerst maar eens kijken wat er werkt in jouw markt... waar die mensen zitten, wat ze leuk vinden. Ga met ze praten. En als je dan merkt van... oh ja, we moeten dit automatiseren en wegzetten... ja, dan, dan kan het. Ja, ja interessant. Wat je vaak ook hoort is dus dat er veel meer winst ook te behalen valt bij bedrijven als je doorvraagt van dat eigenlijk veel meer winst te behalen valt op gebied van sales automation. Of gaan zorgen dat Zeker. mensen intern überhaupt, wat Henrik ook zegt, de informatie überhaupt voor hun neus krijgen over, over die klant en wat er allemaal speelt. En dat het naar de juiste personen wordt doorverwezen, dat de taken worden aangemaakt, dat ze het goed gaan opvolgen. En dat is denk ik ook wel heel vaak wat er misgaat. De, ik denk dat er heel vaak door, uh, nou laten we zeggen HubSpot of Marketing Automation, implementatiepartners, er wordt niet genoeg doorgevraagd. Want de, de oplossing die ze willen verkopen is eigenlijk al bedacht voordat met het bedrijf wordt gepraat. Ja. In plaats van dat je luistert en dat je dan gewoon op, op maat eigenlijk uh, ja, de juiste aanpak kiest voor dat bedrijf. Ja. Maar dat is minder schaalbaar voor een bureau. Ja, nou ja, en het is. Het is ik noem het altijd het Batman-model. Uh, je moet de uh, Hero Gotham niet, not the Hero Gotham deserves. Uh, je, <laughs> moet, uh, ja, je moet gewoon. Je moet, uh, je moet de vragen stellen. En inderdaad, zeg maar, ja, maar heb je dit wel. Uh, uh, wat is nou echt je probleem? Want de klant weet vaak helemaal niet wat zijn probleem is. Of heeft een probleem, maar dat is een symptoom van een dieper probleem. En ja, durf je dan door te vragen en te zeggen: ja, maar uh, er is eigenlijk iets anders aan de hand. Um, dat is denk ik wel heel belangrijk. Nee, dus uh, ik, ik weet, je, het is marketing automation is daarin niet per se anders dan CRM. Um, als, als er een CRM-implementatie gedaan wordt, wordt er niet betekend te willen meer verkopen. Tuurlijk willen we meer verkopen, maar we gaan meer verkopen omdat het omdat het proces beter gaat werken. Het proces gaan herbergen. We gaan het strak trekken. We gaan zorgen dat het goed verloopt. Dat we consistent zijn erin. Maar niemand verwacht als het CRM geïmplementeerd is dat we automatisch meer sales hebben. Maar dat is wel de verwachting bij Marketing Automation. We zetten het neer. We hebben meer leads. Maar het is dus net zo goed werkt dat niet. Zo. En is dit dan ook de reden dat jij uh, onderdeel bent van Team Orange? Dat je zegt van eigenlijk het gedachtegoed waar we nu over praten. Uh, daar is HubSpot meer geschikt voor dan andere partijen, omdat die heel erg op dat, dat oude model blijven zitten. Nee, ik, ik bedoel, ik denk dat HubSpot net zo goed, uh, die heeft natuurlijk heel erg wat inbound in de markt gezet. Ik, ik denk dat zij even goed schuldig zijn aan de magische proporties van hun platform uh, uh, marketen. Ik denk dat dat wel genuanceerder is tegenwoordig. Um, nee, dat heeft voor mij puur te maken met het feit dat ik het gewoon uh, heel erg fijn vind om mee te werken en dat ik het als partner. Ik bedoel, ik ben niet... Ik heb me wel eens ingeschreven als salesforce partner en nooit meer wat teruggehoord. <laughs> Dat zegt misschien ook iets. Maar als partner is het heel erg fijn werken met HubSpot. Dat is ook heel belangrijk. Dat uh, ben ik met je eens. Ja. En ik denk Ron ook. Ja, ik ben een jaar lang Sharpspring-partner geweest. en oh toen, kon ik het, uh, <laughs> toen kon ik het contrast even zien. En yeah. uh, ja, er is een reden dat dat niet langer dan een jaar uh, geduurd heeft. Ja. En uh, dan leer je weer waar je Ja, dat uh, noem je ook even een voorbeeld. Ja, ja, ja exact. Ja. En die overigens die dus wel helemaal op de, het agency-model zaten. Hè? Van we gaan agent ondersteunen. Maar. Ik vind trouwens wel dat HubSpot ook wat dat betreft... eigenlijk het gedachtegoed wat zij natuurlijk verkopen... of het, het gedachtegoed wat jullie verkopen aan jullie klanten of opdrachtgevers... Uh, dat doet HubSpot natuurlijk ook gewoon heel goed uh, bij jullie. Ik, ik, toen, ik, ben een tijd, ik ben nu dan weer HubSpot-implementatiepartner. Uh, Althans, daar begin ik nu mee. Uh, ik ben het in het verleden eerder geweest. HubSpot heeft er bij mij echt voor gezorgd dat ik gewoon fan van ze werd. Ja. Dat ik gewoon ja. op, op ieder front uh, werd mijn verwachting overtroffen... Met, met de cursussen en de begeleiding. Zeker. En ze helpen je niet alleen maar om hun software te verkopen. Ze helpen jou eigenlijk gewoon om succesvol te zijn met je bedrijf. Ja. En dat gedachtegoed kun je natuurlijk ook heel goed doortrekken... En het, en het, naar, uh, naar, naar de opdrachtgevers waar jullie weer voor werken. En het is niet perfect, hè? Ik bedoel, uh, vraag tien HubSpot-partners. En van de week nog sprak ik een partner en die van ja, en dan heb ik een, uh, dan heb ik een lead uh, ingediend, maar die hebben zij dan alweer of zo. Weet je wel, dat soort dingen. En wij hebben daar allebei wel andere ervaring mee, volgens mij. Dat je juist heel erg betrokken wordt bij van... oh, is dat jouw lead? Weet je, we nemen, kom lekker mee. Moeten ze trouwens wel, ik zit nu even te denken... misschien gaan vragen of ze deze podcast gaan sponsoren. Want, ja, misschien wel leuk. Ja, ja, we, wel we, we, HubSpot, hè? we willen T-shirts, HubSpot. <laughs> Ja. Leuke nee, Maar het is, uh, het, is, het is niet allemaal. Uh, het is natuurlijk niet perfect. Nee, maar het is, het is inderdaad wel. Um, als je kijkt naar. En wederom weer met SaaS bedrijven. Het leuke aan SaaS is dat je. Je kan niet ophouden met voor je klant zorgen na de verkoop. Want ze moeten elk jaar verlengen. Dus je moet waarde blijven leveren. Nou, dat geldt. Dat, doet, dat weet Hubspot ook. En uh, die, die weten heel goed dat hun partners cruciaal zijn in het, in het daarvoor zorgen. Dus ze zorgen voor hun partners. Absoluut. Dat is heel tof. Ja. Hebben jullie nog iets toe te voegen aan dit gesprek? Misschien na de, na de onderbreking. Ja, want ja, we gaan ja. weer naar de cliffhanger toe. We gaan naar de cliffhanger. Uh, wat mij nog wel even leuk lijkt om verder te praten uh, uh, over waar we het net over hadden, zeg maar, dus uh, inbouwmarketing en marketing automation is veranderd. Ja. Wat zes jaar geleden. Uh, nou ja, of werkte, of eigenlijk nooit heeft gewerkt, maar de conclusie die we dan nu op dit moment wel trekken. Uh, hoe gaat dat er de komende jaren uitzien? Want dat gaat natuurlijk. Misschien wel nog veel erger geworden. Dus jullie visie daarop ben ik even benieuwd naar. Wil je dat horen? Laat even je e-mailadres achter op inboundforecast.com. En dan kun je de volledige aflevering luisteren. Voor nu uh, iedereen bedankt voor het luisteren. En dan mogen jullie nu vertellen hoe jullie daar tegenaan kijken. Hoe gaat, hoe gaat het veranderen? Um, het gaat denk ik. Uh, nou ja, we hebben net al uitgebreid gepraat denk, over de, waarom het niet werkt. En ik denk dat. Dat RevOps is gewoon, dat is de toekomst natuurlijk. Het, het bij elkaar brengen van alle data. Het zorgen voor een, voor een klantervaring die hartstikke smooth loopt van begin tot eind. Ja, dat is waar nu gewoon de winst zit, denk Daar, ik. Ja. Dus eigenlijk, en als, ik, als we dat dan even Customer samenvatten dan voor delight. de mensen die, die die podcast niet hebben gehoord. Eigenlijk vanuit één controlekamer eigenlijk al je processen en data managen. De, de, de muren tussen afdelingen afbreken. En... Ja, het Cool Blue effect hebben we het over gehad. Hè. Het vanaf, van, vanaf elke stap in het proces het gevoel hebben dat de mensen waarmee je praat snappen waar, wie jij bent, waar je mee zit. Uh, nou ja, en dat we dus niet meer een situatie hebben waarin we van marketing naar skills gaan. En, en die persoon niet weet waar jij vandaan komt of wie je bent. Dat je overgedragen wordt naar customer service of customer care. of wat dan ook, implementatie, onboarding. Dat die mensen niet alle vragen opnieuw gaan stellen, maar dat allemaal al weten. Weten waar jij vandaan komt, weten wat je, wat je uitdagingen zijn. Um, dat er met je meegedacht wordt. En die, die content overkill, die noemden we net een beetje als een van de redenen waarom het, uh, nou ja, de traditionele funnel eigenlijk minder goed werkt of niet werkt in heel veel gevallen. Hoe gaat dat dan uh, over drie jaar zijn? Want content, uh, het gaat niet minder worden. Nee, dat is een goede vraag. Ik ben wel een goede vraag. Het ja, gaat niet minder worden, daar heb je denk ik sowieso gelijk. Dus ja, kwaliteit wordt dan nog belangrijker, maar ik zou durven stellen dat dat nu al eigenlijk al lang aan de hand is. Dat als je al niet topkwaliteit levert, ja, die algoritmes worden ook steeds beter op die externe platformen waar je laat. Pak podcasting, ik ben daar uh, iets meer dan twee jaar geleden mee begonnen, hobbymatig. Dit is uh, nou ja, nog steeds een van de eerste afleveringen van deze podcast. Eigenlijk ben ik natuurlijk alweer veel te laat, want er zijn al ik weet niet hoeveel marketing-podcasts, uh, dus ook voor relatief nieuwe vormen van content. Uh, nou, sportcasting niet nieuw, maar wel veel met een opkomst, zelfs daar is het al echt heel moeilijk hoor. Weet om... je wat ik denk? Ik heb nog wel een idee. Ik, wat, als er één ding is waarvan ik nou zeg, dat wordt nog niet benut, dan is het personalisatie. En dan heb ik het niet over hoi voornaam in de e-mail. Dan heb ik het over ja, nou ja, de, dan heb ik het over het feit. De, bijvoorbeeld, we hebben nu Hubspot CMS. En een van de beste uh, redenen om Hubspot CMS te overwegen, vind ik, is dat je CRM erachter zit. En dat betekent dat, technisch gezien, als jij het zo inricht. Uh, als Ron op de website komt, staat er iets anders op dan wanneer ik erop kom. Als je het combineert met een data tool, uh, zoals een Zoom-info of, uh, of een weet ik veel wat. En ik heb geen idee of uh, Lead-info het ook kan. Uh, maar uh, dan kun je je website zo instellen dat als een uh, bedrijf uit een bepaalde sector erop komt, dat er andere problemen, bijvoorbeeld er staat andere kopie, dan bij de ander. Daar, daar, dat doet nog bijna niemand. Nee. Bijna iedereen is nog zo bezig met überhaupt je processen inrichten, uh, je database ja, op orde en, en, hebben. Het, het gebeurt misschien een heel klein beetje. Binnen e-commerce bijvoorbeeld denk ik dat ze wel wat verder zijn. Ja, en dan is het ook. producten, maar misschien ook wel een header-afbeelding of ja, zo... wat, wat volume anders volume Maar heel veel, heel veel verder dan echt een recommendation engine... komt het in de e-commerce vaak ook niet. Dus je nee. ziet dan wel dat er inderdaad wel slimme producten... er zit wat intelligentie achter wat je dan als uh, aanbevolen producten krijgt... maar daar houdt het dan vaak ook alweer... Op, het ja. stom is dat dit voor mij eigenlijk een van de eerste. Want we hadden het net over Sharpspring. Maar uh, de Sharpspring demo die ik kreeg jaren geleden. Daar hadden ze dat heel tof gedaan. Met een bepaald van. Oh, we weten al dat je hierop hebt geklikt. Dus we gaan het je niet nog een keer vragen. Weet je wel, dat soort dingen. Dat is juist zo tof eraan. Maar niemand komt eraan toe nog. Voordat je, je moet daar, ten eerste moet je heel goed weten. Wie je doelgroep dan precies is. Wat die mensen willen lezen. Uh, hoe ze een beetje uh, informatie zoeken. En dan moet je dat nog allemaal bouwen. Het is heel veel werk. Maar, maar eigenlijk is dit natuurlijk ook een beetje de stap nadat je ze met content hebt bereikt. Nou, het is maar een bereik, bereik, je, bereik je ze nog met content? Maar je kan het in je e-mail doen, je kan het op je website doen. Je kan het tegenwoordig ook, ads kan je steeds meer ja, uh, dat, dat personaliseren. Klopt. Ja, dat, ik denk, bedoel, en dat is toch ook uh, wat we nu steeds uh, uh, met, met al onze apparaten en dingen, dat, uh, smart dingen, die gewoon voor ons denken dat, uh, dat Siri, Siri al lang weet wat ik leuk vind, dat soort dingen. Nou, je ja. moet, je moet, wat, wat mijn ervaring is, wij doen het vrij weinig bij klanten om dezelfde reden. En dat is omdat uh, zoiets als personalisatie volgens mij vrij hoog zit op de volwassenheidsschaal. Dus ja, moet, jou, jouw basis ja. moet al goed zijn. Je, er zijn uh, dingen die tien keer belangrijker zijn en die moet je ook gewoon dan daarom eerst doen. En als je dat op orde hebt, dan kan je een keer gaan kijken naar personalisatie. En als ik kijk in onze uh, klantengroep, hoeveel bedrijven daar werkelijk aan toe zijn... ja, dat zijn er toch heel weinig, omdat ze best van heel ver moeten komen. En, en waar ik ook wel zelf heel nieuwsgierig naar ben, dat is... Kijk, waarom zetten bedrijven content in? Ik denk om... Uh, als ik het zou moeten samenvatten in één woord, is misschien wel helpen het beste woord. Ja. Je wil je, je doelgroep helpen. En... Uh, ik denk dat dat ook de hele gedachte achter uh, content marketing of marketing dat is. is. Maar als je dat wil, en, en je vergeet even het hele woord content, en je focust even op het woordje helpen. Hoe kun je dat dan nog meer doen los van content? En uh, een, een, een event kun je content noemen, maar misschien is het niet helemaal content, maar dat is wel een manier om in die behoefte te voorzien en, en jouw doelgroep te helpen met iets. Wat kun je daar nou nog meer voor uh, verzinnen? Ik denk bijvoorbeeld dat uh, Web 3.0, wat eraan komt met Tokens. En, en dat is ook een manier om je doelgroep te belonen, eigenlijk te helpen. Zonder dat ze jouw whitepaper per se hoeven te downloaden. Ja, het is wel zo, denk ik, dat in veel situaties bedrijven nog, uh, nog te veel in die transactionele modus zitten. Dat, ja. ze, dat ze naar die lead willen toewerken. Dus wat jij zegt over helpen, dat is denk ik hoe het zou moeten zijn. Ja. Maar heel veel bedrijven zitten erin van hoe bereik ik ze überhaupt. Uh, en dan wil ik ook gelijk iets van ze. Ja. Ja, ik had in aflevering twee van, van deze podcastserie had ik het met, uh, dat ging over content marketing. En toen had ik het met, met Kim Pot over. Eigenlijk, als je er goed over nadenkt, tenminste vanuit mijn eigen ervaring, de meeste partijen waarvan ik de contentserie volg, dat zijn partijen die of geen producten en diensten verkopen, of begonnen zijn met hun contentserie en pas later producten en diensten hebben toegevoegd. Ja, de reden is waarschijnlijk omdat zij niet de behoefte hebben die heel veel bedrijven die eerst producten en diensten hebben wel hebben. Te snel willen toewerken ja, naar die commercieel. Ja, je moet het ja, inderdaad. Want je voelt dat gewoon meteen. Ja. Dus ja. Je, moet, je moet als bedrijf echt bereid zijn. om gewoon echt no strings attached. gewoon alleen maar helpende content erin te sturen. zonder continu naar die conversie toe te werken. Ja. Uh, wat je buiten veel bedrijven ziet. is, is gewoon de simpele de gedachtegang. We organiseren een webinar. We trekken daar zoveel mogelijk mensen naar binnen. Uh, zodat we ze daarna kunnen opvolgen. en ja. als product ja. kunnen ja. verkopen. Ja. ja. Iemand, iemand ruikt dat vanaf 10 kilometer afstand ruikt hij ja. dat. Oh, daar komt de pitch aan. En die denkt van ja, daar zit ik dus niet op te wachten. Uh, dus wat jij zegt, dat, dat, is, dat is denk ik wat je nodig hebt. Dat je zegt van, ja, maar gewoon, content die er is om te helpen, en uh, als ze dan iets nodig hebben, dan denken ze dus ook aan mij, want ja, ja, dan ben je toch mind, mind en dan wordt het gegund. En, ja, en helemaal als je dan ook nog een relatie in het echt weet op te bouwen met die persoon, uh, doordat je ze bij een event hebt gesproken of whatever. Maar ja, ja. daar geloof ik in. Ik um, Denk dat we daarmee kunnen gaan afsluiten. Beide bedankt. Nog een bonussectie nu doen over Pardot. Ga nog maar even door. Het moet wel gecentreerd worden dan, denk ik, of niet? we ja, ja, zit, zit diep, hè? Zit wil, diep. Je, wil je er nog wat over kwijt? Nou, we kunnen, we kunnen, uh, ik wil wel zeggen dat iedereen die uh, overweegt... Die, iedereen die op Salesforce zit en overweegt om marketing eraan te zetten... moet serieus naar HubSpot kijken. Want uh, de, de, weet je, ik heb in het, in het laatste kwartaal van vorig jaar... Een, uh, een klant geholpen nog met Pardot. En Pardot zit. Salesforce heeft ook net. Weer, het heet ook weer anders nu hè? Het heet nu uh, account engagement of zo. En het, is ook, het is marketing cloud, account engagement. Maar het zit wel nog op de Surf Sales Cloud of zo? Ik, nee, ik kan het ook niet meer volgen. Maar wat, wat er nu dus. Ze zijn bezig de, de Pardot interface te verhuizen naar de Salesforce.com-omgeving. Dus je hebt al die tapjes bovenin, daar zit die nu ook tussen. En nu is dat een soort iFrame geworden. Dus je hebt gewoon dat tapje en daarin zit Pardot. Maar wat ze nu gedaan hebben, is dat ze dus na, na jarenlang is er nu een e-mailbouwer waar je met blokjes kan slepen. Nou, met veel bombaai gelanceerd. Hij is gewoon slechter dan mailtje. Ja, sorry, dan ben je af. Uh, ja, dat kan toch niet, jongens. En dan heb je mensen op LinkedIn die zeggen: Ja, wat geweldig. Een nieuwe e-mailbouwer. En hij heeft een pre-header. Nou, dan ben je zijn kinderhand gauw gevuld, hoor, jongens. <laughs> en, um, maar um, je hebt dus nu een situatie. Ik, ik had een situatie waarin ik dat team. Uh, ik moest dat team helpen om nu met de nieuwe e-mailbouwer... en de nieuwe landingspagina... maar die zitten dus allebei in de Salesforce-omgeving. Dus je moet je voorstellen, dat je werkt in één bepaalde interface... en voor bepaalde dingen die vrij cruciaal zijn... moet je naar een andere interface overstappen... waar je geen ervaring mee hebt. Nou, dat is een team van, van weet ik veel, hoeveel man of acht. Die zijn allemaal op een bepaalde manier gewend te werken. Het moet nu allemaal anders. En ze moeten tussen twee interfaces heen en weer. En ik dacht met mezelf, het enige wat ik kon denken is... Ik had het gedaan, want het stond klaar. En de klant zei, maar dit kan toch niet kloppen? Het is toch niet goed? Nou, maar we ik werkte nog met een andere salesforce agency erbij en die zei: nee, ja, het, het, het klopt, zo, zo staat het. zei, ja, dat kan toch niet. Ja, dit is het, dit is het niveau van Portot momenteel. Het, het is een verschrikkelijk programma. Wat, um, wat ik ook mooi vind is dat, dat je de, ik als bedrijf ook als ik het niet zou weten de neiging zou hebben om dan bij juist bij hetzelfde bedrijf inderdaad die uitbreiding ja. te nemen. Zeg: nou, dat, dat, jullie hebben ook markt. Ja, maar Salesforce dat doet ook alsof het geweldig is. doen dat ook met jullie. Tuurlijk dat doen ze is, dat. Dat is een hele loopse... Reflex. Alleen uh, wat ik wat ik wel echt echt bizar vind uh, is dat de koppeling tussen Hubspot en Salesforce uh, objectief beter is dan die tussen Pardot. Dat kan en ik Salesforce. als pardot gecertificeerd consultant bevestigen? Ja. Um, en uh, en, er, en er zijn uh, zeker use cases om voor uh, Salesforce CRM te kiezen nog steeds. Het is, kan natuurlijk domweg meer nog steeds dan Hubspot CRM. De dat dat het gat wordt kleiner. Dat is een ding. Ik zag met... laatst zo'n gartner onderzoekje waar de Hubspot wel echt een stuk te. Ze zijn nu leader, geloof ik, in uh, in CRM. Ja, en terecht. Het is, want het is het is alleen al het, het gebruik is dan nog tot daar aan toe. Als ik sales reps spreek die in Salesforce werken... als dat eenmaal staat, dan loopt het ook wel. Maar de implementatie is een nachtmerrie. En dat is elke keer is zo complex. En dat, dat betekent ook dat als je er wel goed mee bent... voor alle Salesforce mensen... als je er wel goed mee bent, dan kun je ook mee toveren. Dat is ook zo. Maar de meeste bedrijven... Hebben dat, niet, uh, hebben dat helemaal uh, niet nodig. En, en, en dan is het fijner als de software gewoon makkelijk is. Helemaal maar, in mid-market situatie. Absoluut. Dus, maar als je dus een Salesforce implementatie, Salesforce CRM hebt... en, die, en daar kun je heel, heel goed aan zetten. Ik wil iedereen aanmoedigen om dat, om dat te doen. Want Pardot is... Nou, ik weet niet wat ze ermee gaan doen. Of ze het ook nog helemaal in Marketing Cloud gaan vouwen. Dan heb je, heb je Exact Target. Dan kun je daar ook mee gewerkt hebben. Dat is ook, uh, daar word je ook s'nachts. zwetend van wakker. Um, dan moet je helemaal niet willen. Dus bij deze, nou, mooi. <laughs> Dan even kracht bijzetten. Ja. Even een paar mensen boos gemaakt. Ik heb, ik heb gesproken. Ik voel, mij soms, ik voel me soms, hoe heet ze, van de Partij voor de Dieren. Vroeger zei van: ik ben van mening dat de bio-industrie moet worden afgeschaft. Aan het einde van elke speech dan weer naar, uh, naar Kato. Ik ben de... Ja, jij sluit altijd hier even mee af. Met het, uh, nee, uh... en uh, dan, dan teruggrijpend op de Romeinse Senaat... waarin Kato zei... Want ik ben van mening dat Carthago verwoest moet worden. Nou, ik ben van mening dat Bardot ontmanteld moet worden. <laughs> moet je al beveiligd worden inmiddels? Of ja. uh, dat niet? Ja. <laughs> het is, het is, de, en de reden dat het ook... Dat er daar zit natuurlijk wel een stukje passie en emotie bij... maar dat komt omdat, uh, omdat uh, toen ik daar een post over maakte op LinkedIn, je zag hoeveel mensen zeiden, ja, verdorie, wat heerlijk dat iemand anders dat een keer zegt. Want we dachten dat het echt te gek was en, te, en we, we hebben er zoveel moeite mee en we dachten dat dan ontslag. Nee, het ligt niet aan jou. Jij wordt misbruikt door Salesforce. Niet andersom. You're the victim hier. Ik zit ook echt even na te denken, van misschien kan ik hier wel een uh, soort van roddelrubriek aan het einde van ja, de... Nou leuk, dan gaan we eens even, doen we eens even een... Uh... Een nieuw uh, marketing-juice-kanaal. Ja, ja. Ja, ja, even wat myth zeg maar. <laughs> Mooi. Hey, we gaan nog even uh, tot slot. Ja. Wil ik even van jullie beiden horen van uh, waarvoor kunnen mensen contact met jullie opnemen? Uh, nou, bij mij, ik werk natuurlijk in... Wij zijn allebei uh, implementatiepartners. Ik denk dat jij uh, wat meer, uh, uh, wat grotere dingen aan kan pakken dan ik. Maar ik, uh, ik focus me naast de implementatie, waarin ik me focus op, op SaaS-bedrijven. Uh, omdat ik daar zelf veel ervaring mee heb, ook in heb gewerkt, focus ik me, focus ik me ook op een uh, stuk uh, procesconsultancy, uh, workshops voor alignment en zelfs op managementniveau, waar ik graag met het uh, Entrepreneurial Operating System werk, iOS. Um, dus dat gaat iets verder dan een implementatie, het gaat ook echt over organisatie. Uh, dus daarvoor, als je een SAA's bent die wil schalen, dan. Uh, bel me, want dan uh, kan ik je zeker helpen. En dat hoeft niet per se met Hubspot te zijn, dat kan ook gewoon... Uh, in het uh, als het gaat over implementatie van CRM, marketing en surf, dan is, doe ik wel echt alleen maar Hubspot. Maar als het gaat over, over, over visie, over uh, rekenschap, accountability, uh, uh, werkvormen, dan, dan maakt het op zich niet uit. Nee. Oké, okay. en in de vorige podcast met Ron uh, hebben we dit niet gedaan. Dus uh, Ron mag ook nog eventjes uh, <laughs> zijn verhaaltje hier in deze podcast doen. Uh, ja, wij doen inderdaad hubspot en die, die, mogen, die mogen ook wat forser zijn, maar zeker ook uh, wat kleiner of als je scale-up bent. Uh, en en Conversion Crew hebben we het dan over, hè? Ja. Conversion inderdaad ja. in uh, Conversion Crew in Rotterdam. Um, lekker met de Rotterdamse mentaliteit ook, het is gewoon automatisch ja, aanpassen, precies. En wat wij concreet doen is dan het implementeren, het zorgen dat bedrijven alles eruit halen wat erin zit. Uh, het bouwen van integraties of inschakelen daarvan, uh, We bouwen ook custom integraties waar nodig. Um, uh, websites in het HubSpot CMS. Als het maar HubSpot is en het is tof, dan, uh, dan doen we het. Mooi. Nou, beide enorm bedankt. Graag gedaan. Jij bedankt. Ja, dankjewel. Top.